collectie. Deze kwam tot stand dankzij een inspirerende samenwerking van beroemde createurs en is volledig handgemaakt. Oh, oh, oh. The summer is magic. Onze eerste mannequin Cynthia uit Parijs schoot voor een mooie creatie van Schelde. Door een leuk namiddagje vertoeven op het strand, let u vooral op de prachtige combinatie van lederlook met visnet. Het lijkt wel alsof onze volgende modellen van de boot gestapt zijn. Matroos Jamie schouwt voor u een gestreepte broek. Let vooral op de identieke print die we terugvinden in de t-shirt. Maxime en Stef dragen allebei een matrozencreatie met houten bootmotiefjes. Deze t-shirten zijn zoals u ziet verkrijgbaar in korte of lange mouwen. Een zeer origineel idee in blauw en oranje. Casey en Daan voelen zich als visjes in het water. Die Spaanse gitaren,
die zette mij steeds weer in vuur en vlam. Dus af en toe maar een duik in het water, dan koelde je af, want wat moet je dan? En was het feest afgelopen, dan gingen wij verder onder een luik. De ontwerper Sita klinkt u alvast niet bekend in de oren. Maar ook hij wist met afvalproducten een unieke creatie te lanceren. Viva Holiday, het weer dat zit ons mee, het land van Amore. Deze pakjes zullen alvast kunnen rekenen op steeds een blikje. Hey, viva holiday, het stond de zon en zee. Ik voel me hier happy voor een week of twee. Hey, viva holiday. Het weer dat zit ons mee, het land van Amore, España, een ander ontwerp van Nicky is het fruitmodel. Een zeer natuurlijke en kleurrijke weergave. Ons model Anne is echt om in te bijten. De pineapplehoed is zowel in appel, peer als een exotisch fruitsoort verkrijgbaar. Senoritas met gitzwarte haren, die waren. Dit roze en blauw doorkijkkleedje is uiterst gepast om snel over een bikini aan te trekken. Noah en Ashley laten u dit zien. Met dit waterbestendig materiaal zijn de ontwerpers D&G niet meer uit de modewereld weg te denken. Vele originele ideeën zijn er in de maak. In de toekomst zullen ze zeker tot de 6 van Antwerpen behoren. De volgende creatie is ook van deze ontwerpers afkomstig. U ziet het meteen aan het opvallende effect. Hierin komt het vrouwelijk silhouet mooi tot haar recht. Vandaar uiterst geschikt voor een zomerse zoele avond. Model Anna lijkt wel een zeemeermin. Dit prachtig kleuren gamma schittert in de zon. Ons topmodel Quinten maakt het geheel af. Een zomer zonder pluimen is ondenkbaar. Armani inspireerde zich op de Oosterse cultuur. Kiara en Bo dragen zijdezachte paarse stoffen doorweven met een gouddraad. Dat zeker mooi ook bij een zongebruinde huid. Hier zijn mannequin Vera en Bo. Mooie
zomerse outfit. Print van hartjes. Bol draagt een mooie combinatie met pluimen. It's a spy from behind my giant robot's eyes. I keep him happy cause I might fall out if he cries. Scared of heights so I might pass out if he flies. Keep him on autopilot cause I can't drive. Een zomer zonder zon en bloemen is een vergeten zomer. En Sam wakkeren op zomergevoel aan. Met bijpassende hoed en slippers mogen zij zeker niet op de catwalk ontbreken. That station at the knees and they do drive-bys like up and down the thighs. And there's a car chase going on at the waist. Keep a vest on my chest. I'm sitting in my room as I'm looking out the face. Something to write about. I still got some damage from fighting the White House. Just a daydream. I fell asleep amid the flowers. For a couple of hours. On a beautiful day. Ook Alice Nathan ontwierp een prachtige bloemencollectie. Typisch voor zijn stijl zijn de exclusieve hoeden. Denkt u maar even aan Mathilde en Paula, die op elke plechtigheid met een origineel ontwerp van hen verschijnen. Lindsay en Jip zijn er een kopie van. Die wij uit het zomerbeeld zeker niet mogen vergeten. Combinatie doet u ongetwijfeld denken aan Dolce & Gabbana. Wil je onmiddellijk in het oog springen, moet je je zeker in deze fluorescerende kleding vertonen. Succes verzekerd in de discotheek. Femke en Julie, zeer goede mannequins die u dit tonen. ¿Quieres tocar la guitarra? ¿O me quieres tocar a mí? Walter van Bengeldonk zag meer toekomst in het futurisme. Hij is zeker een van de meest opvallende ontwerpers van deze tijd. Dit bewijst alvast onze volgende mannequin Hanna, Robbe en Tom. Wij hopen dat u genoten heeft.
Ja, de boeken. Graag gedag nog verder en bedankt voor jullie aandacht.